De Oxas of Olympische Spelen van de KSA Herdersen winnen dit jaar de leukste jeugdbewegingstraditie. Met een Olympisch spel waarbij jongeren verschillende sporten beoefenen, konden ze de jury overtuigen. Tijdens de laatste activiteit voor het kamp komen ze samen lopen, verspringen, kogelwerpen, hoogspringen, discuswerpen ze, alsof hun leven ervan afhangt. De jongen die de meeste medailles kon behalen, wint een sjaaltje als aandenker. 150.000 jongeren vertoeven deze zomer op één van de ruim 500 speelpijnwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Zo'n grote organisatie wou de Vlaamse overheid wel eens onder de loep nemen. Daarom organiseerden ze een grootschalig onderzoek naar hoe kinderen en jongeren de speelpijnwerking ervaren. De Vlaamse dienst voor speelpijnwerking is alvast opgetogen met het onderzoek, want het bewijst dat Vlaanderen de speelpijnwerking waardeert. Ook de resultaten mogen er zijn. Kinderen kunnen kiezen tussen vrij spel en georganiseerde speltjes. Het merendeel van de animatoren zijn meisjes, maar bij de deelnemers zijn evenveel meisjes als jongens aanwezig. Iedere werking blijkt ook anders te zijn, met eigen accenten en gewoontes. Toch is niet alles roze geur en maneschijn. De speelpleinwerking en haar animatoren maken zich zorgen over de stijgende vraag naar opvang voor en na de activiteiten. Slechts een kwart van de verantwoordelijken vindt dat de speelpleinwerking zelf voor de opvang moet zorgen. Alles bijeen is vooral bewezen dat de speelpleinwerking een populaire en supertoffe vrije tijdsbesteding is. De Ramadan is net gedaan, het suikerfeest net verteerd en Sama Sadi hield één maand lang bij wat de Ramadan voor hem en zijn familie betekent. Moslims vasten tijdens de Ramadan omdat er ook minder bedeelde mensen in de wereld zijn. Dus zo voelen wij wat zij elke dag meemaken. Dus eigenlijk leren we nederigheid en dankbaarheid, terwijl we ook ons lichaam reinigen. Er staan regels op liefde in de Ramadan. Seksueel contact mag helemaal niet, kussen ook niet. Knuffelen mag wel, maar wordt best vermeden. Natuurlijk mocht wel, ik hou van u zeggen. Tussen 17 en 26 juli werden de 172ste Gentse feesten gehouden. 10 dagen vol entertainment en Irish coffee. En naar jaarlijkse gewoonte namen de jongeren van Stamp Media en Mediaraven het eerste weekend onder de loep. Dit zijn de resultaten. Wielrennen is mijn favoriete sport. Ik ben er vrij actief mee bezig heel het jaar. En Tour de France is dan ook een van de hoogtepunten, dus dat wil ik zeker niet missen. Ja, zo het event van het jaar eigenlijk. Heel de familie kijkt ernaar. Van mij mag Froome gerust winnen. Je ziet duidelijk dat Froome eigenlijk de beste is. Ook al lijkt hij soms wel onhandig. Ja, hij komt wel, hij weet altijd wat hij moet doen en hij weet wel hoe dat moet. Ik ben er vast van overtuigd dat hij het zuiver doet, dat hij het hardste verwerkt. Hij koerst ook attractief, hij gaat zelf in de aanval en daarmee verdient de winnaar.